Op een bepaald moment zeg je in het boek, ik heb eigenlijk een bekentenis te doen. Zou je daar iets kunnen over zeggen? Dit is geen mijn boek is geen afrekening met Paulus. En het is ook geen therapeutisch boek. Laat me heel duidelijk zijn. Maar het probeert wel op het spoor te komen, enerzijds in de eerste plaats wat Paulus zegt, om die te begrijpen, maar ook om op het spoor te komen, waarom heb ik zo'n tegenstand tegen bepaalde elementen van die brief? Dag beste kijker, we zijn aan de laatste uitzending over een reeks rond Paulus' brief aan de Galaten aan de hand van het boek van Luc de Sager aan Paulus, een persoonlijke brief aan Paulus. En de ondertitel zegt over zijn brief aan de Galaten en wat die brief met mij doet. Dag Luc, welkom. Luc, je hebt dat boek niet geschreven om Paulus van op afstand te benaderen, maar je treedt ermee in dialoog. Je gaat er eigenlijk mee bijna vechten. Je zegt op een bepaald moment in je boek, jouw brief heeft mij ontredderd. Dat is wel heel sterk, maar biedt mij ook troost. Ik kwartier sterk je aandacht voor de situatie van ontheemding, maar dat heeft bij mij vragen doen stellen over mijn eigen ontheemding. Op een moment zeg je in het boek, ik heb eigenlijk een bekentenis te doen. Zou je daar iets kunnen over zeggen? Kijk, dit is geen mijn boek is geen afrekening met Paulus. En het is ook geen therapeutisch boek. Laat me heel duidelijk zijn. Maar het probeert wel op het spoor te komen, enerzijds in de eerste plaats wat Paulus zegt, om die te begrijpen, maar ook om op het spoor te komen, waarom heb ik zo'n tegenstand tegen bepaalde elementen van die brief? En als je die weerstanden op het spoor komt, ja, dan kan je die ook een plaats geven. Bijvoorbeeld, heel de retorische strategie die je volgt om die Galaten naar zich toe te trekken en af te duwen van die opruiers. Wat tot gevolg heeft dat hij enorm polariserend werkt, de goede wijgroep, de slechte zijgroep. Ik kan het daar moeilijk mee hebben. Ik kan het moeilijk hebben met de manier waarop het bepaalde bijbelpassages weergeeft, of hoe bepaalde redeneringen naar ons logisch model niet kloppen. Ik kan het misschien ook moeilijk hebben, of bij momenten moeilijk gehad hebben met zijn uitspelen van zijn autoriteit. Maar dan kom je op een punt, als je al die moeilijkheden om Paulus, om er in contact mee te komen, als je die allemaal eigenlijk onder ogen gekregen hebt en een plaats kunt geven, dan kom je eigenlijk, voor mij apart, tot de grondlaag van weerstand. En die grondlaag, die bodem, is eigenlijk de boodschap van Paulus zelf. En de vraag van, geef ik mij over aan die boodschap? Vertrouw ik mij toe aan Christus? Vertrouw ik mij toe aan een God die Christus naar ons toegezonden heeft? Je doet dat met een verhaal. Ja, ja. En dan naar aanleiding van wat Paulus daar schrijft van... toen de tijd gekomen was, toen het moment gekomen was, zond God zijn zoon naar de wereld toe, geboren onder de wet, geboren onder een vrouw, om ons te bevrijden. Dan
Er zijn momenten toch dat je zegt, of dat ik zeg van, geloof ik dat? God die zijn zoon zendt? En ik herinner me nog heel, heel concreet situaties. Ik moest op een bepaald moment lesgeven, aardrijkskunde, sterrenkunde. Nooit gestudeerd. Goed, je leert dat zelf allemaal. Dat ik daar van mensen naar zo'n cijfer, zo'n enorme afstanden en dingen. Ik kan er absoluut niet bij. En dan zo naar de aarde, naar dat piepkleine puntje daar, op dat moment in die tijd God zijn zoon gezonden hebben. Dit is toch grandioos. Die momenten zijn er geweest. Ook als je bijvoorbeeld op televisie of gelijk waar enorme berichten ziet van enorme brutaliteit, beestigheid die mensen elkaar aan doen, dat je de vraag stelt van ja, en God dan? Anderzijds zijn er momenten, moet ik dan ook niet ontkennen, dat je mensen ziet die echt leven en die echt ten volle mens worden op de mooist mogelijke manier vanuit hun geloven. Wat is mijn antwoord daarop? Dat deze boodschap niet afschrijf. En mocht God niet bestaan, dat ik daar niet, denk ik, dat ik dat ook wel onder ogen wil zien, maar dat ik toch ook in de eerste plaats wil openhouden dit verhaal en me wil openstellen voor dit verhaal en voor deze boodschap. En dan kunt u de vraag stellen, ja, wat is dat, dat openstellen? Dat blijft toch vrij abstract. En dan heb ik daar het concrete verhaal verteld. Paasochtend, ik zie het nog voor mij, paasochtend 2020. We waren in volle coronatijd, dus niets van openbaar leven, we mochten niet samenkomen. Er waren dus ook geen eucharistievieringen op die paasdag. En heel raar, maar ik ben die ochtend, heel vroeg in de ochtend, zoals in het Marcus-evangelie staat, naar het kerkhof gegaan, naar het graf van mijn moeder en mijn vader. En zoals in het evangelieverhaal, die steen was niet opzij gerold, die lag daar, massief. Op die steen alleen maar twee namen. Die van mijn vader, met ja van geboorte en van sterven. Die van mijn moeder, met ja van geboorte en sterven. En een kruisje daarbij. Ik heb me gevraagd, ja, wat kon ik hier doen? En toch wilde ik er zijn. Ik heb niets gezegd. Ik heb wel bij mezelf gedacht, ik voel mij meer open dan dat graf hier voor mij. Ik wil dat verhaal van Pasen openhouden, met een veropen stellen. En verder, wat ik moet doen is naar huis gaan en doen wat moet gedaan worden. Leven. Meer kan ik niet zeggen, Mark. Ja, dank u. Nee. Het doet mij herinneren aan het. Het herinnert mij of het brengt mij terug bij het einde van het Marcus-evangelie, waar de leerlingen aan het graf komen en stilstaan in stilte. Hè? Meer nog dan dat? Of bij Johannes, houd mij niet vast. Ga, keer maar terug naar Galilea. Zoiets. Ik denk dat Marcus nog meer open is en dat ik daar meer voeling mee heb. Het zijn de vrouwen die naar het graf gaan. De leerlingen die zijn Rubbe de Bie. Zijn allemaal gelopen. Vrouwen komen naar het graf. Hebben zich de vraag gesteld, wie gaat die grote steen wegnemen? Ja, dat is misschien beter wat vroeger zich afgevraagd. Dat is typisch de stijl van Marcus.
Ze vinden daar een jonge man die zegt, hij is er niet, hij is verrezen. Ga naar de leerlingen en zeggen, hij gaat jullie voor naar Galilea. Wat doen die vrouwen? Die gaan niet naar die leerlingen. Die zijn verschrikt, die lopen weg. En het allerlaatste woord in het oorspronkelijk evangelie van Marcus is, effobunto gaire. Zij waren immers totaal bevreesd. Bevroren, zouden wij zeggen. Dus geen enkele tekst in heel de oudheid die eindigt met dat woordje gar, want. En dan blijf je daar met open mond staan. Wat is dat? En het enige dat je kunt doen, is terug naar het begin gaan. En wat staat daar? Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. En dan lees je verder. En zo stilletjes aan, leert je die kennen. Je krijgt geen antwoord bij Marcus. Maar hij zet u wel aan om open te staan en mee op weg te gaan. Ik denk dat het enigste is dat wij, of dat ik kan doen, dat is mee op weg gaan. We zien wel. Het bevestigt zich wel. En niet bang zijn, mocht het dan toch op niks uitlopen. Dat is die openheid. Dank u wel. Dank u wel voor deze mooie commentaar op Paulus en op jouw wijze van omgaan met die brief, jouw manier van vertrouwen. Dank u, kijker, voor uw belangstelling voor deze reeks.